Vliegeren is een sport die al dateert van ver voor onze jaartelling en waarvan de oorsprong vrijwel zeker in Oost-Azië is gelegen. Het is in die streken een geliefde bezigheid en het is dus te begrijpen dat er onder het Indonesische personeel van de Maatschappij Nederland veel animo bestond voor een in Amsterdam gehouden vliegerwedstrijd. Vele deelnemers konden terecht trots zijn op hun producten, samengesteld uit bamboelatjes, papier en garen. En nog waren sommigen niet tevreden over het resultaat van uren ingespannen knutselen. Een prachtstuk was de vlieger met het Indonesische wapen. Het leek wel of dit echtpaar erop uit was woonruimte te zoeken. De prestaties werden door gebrek aan wind nadelig beïnvloed, zodat er van een echte wedstrijd niet veel terecht kwam. Toch slaagde men erin deze mooie stukken lange tijd in de lucht te houden.